Vandaag in alles wat groeit en boeit, Showman's Fair. Bij het domein in Weesp. Elk jaar activiteiten op showbizgebied. Try-outs, hele creatieve mensen en natuurlijk hele creatieve kijkers. We gaan eens onderzoeken wat al die mensen boeit tijdens Showman's Fair in het Pinksterweekend 2018. En muziek is het eerste welkom wat we hebben. Ik ga meteen de fout in. Valt het hier? Ja, het is heel gezellig en het is vandaag veel druk. Stop even. Ja, je stopt toch met spelen? Ja, precies. Best wel lastig hoor, met die hersenhelften die dat aan moeten kunnen. Nee, maar het is heel gezellig. Het is natuurlijk ook veel mooier weer. Ja. En nou ja, heel veel gevarieerd publiek. Met, nou ja, wij verzamelen het kleine gut hier bij het Muizencircus. Speciaal voor de ouders? Ontlasten van de ouders? Nou ja, de ouders die krijgen ze hier niet meer weg. Dus, Dat zouden ze vaker willen. Ja, precies. En wanneer word je hoofdmuis in dit circus? Als je dit kan. Als je dit kan, kleine muisjes maken. Ja. Dus u maakt ze zelf? We maken ze zelf. Kijk, je ziet het allemaal. Allemaal families zie je. Ja. Dit is een familie. En hier is een familie muis. Hoe heet u van achteren? Ook muis? Klaver. Ik vind de muizen heel lekker. Ze houden echt ook van klaver. Ja, ja. En van muisjes. En gestampte muisjes, hoe zit het daarmee? Ja, dat vinden ze lekker, maar ze houden liever van die roze. Nou, jullie straks nog een voorstelling voor ons? Ja, we hebben kwart over vier hebben we weer een klein verhaal van de muizen. Voor de kinderen. En voor de grote mensen. Ja, gisteren hadden we een piepshow. We komen een dag te laat, begrijp ik. Gemist. Ja, dat was voor de grote. Ja. De grote piepshow. Een grote mensenpiepshow hadden we. Over 1 minuut gaan wij starten met de volgende show. U gaat genieten van een wereldshow.
heten Slag bij Kees. Wat moeilijk is, is je moet het om en om doen. Dit moet wel heel spannend zijn voor u. Het ziet er fantastisch uit. We hebben dit met de slag met de rust. Al deze rust die ervan uitstraalt. Ja. Hij moet dan kent u dit van uw eigen werk? Er gebeuren toch nog ongeregeldheden. Gelukkig. Verrassingen in het leven. Heel erg. Ja, zeker. Heel, ja. Herkent u de rust die ervan uitstraalt? De totale rust. De totale rust. Prachtig. Ja. Ja. Zou het in elke werkomgeving zo moeten zijn? Dat zou lekker rustig zijn, hè? Zouden mensen meer... Zouden we nog ouder worden? Rustig, ja, dat weet ik niet. Nee. Ik weet niet of dat het is. Wat zegt u? 157 centimeter heeft hij afgelegd. U houdt het exact... Houden we het bij, ja. We zijn heel erg... Eigenlijk heel spannend, begrijp ik inmiddels. Ah. Okay. Hij gaat steeds... Komt steeds sneller? Ja, je wacht natuurlijk op het eindshot. Natuurlijk. Wat gaat er dan gebeuren? Weet niet. Ik zie wel kroppen sla liggen. Dus. Kroppen sla? Zou die dan een hapje... Een drinkdingetje. Dus, ja. Vitamintjes liggen klaar. Ja. We zijn op de helft. Ik heb helemaal geen muntjes gevraagd. Dat ga ik na afloop doen, zoals een echte straatshow dat doet. Dus ren niet allemaal weg. Toch nog hard werken? Het was keihard werken. Die tech slot niet in met dat niet doen. Ik probeer het. Ik probeer het. Wie heeft het hardste gewerkt? De schildpad of u? Ik weet niet of je het door hebt, maar die schildpad doet helemaal niets. Toch niet? Nee. Zat er een touwtje aan dan? Ja. Oh, dat zagen wij niet. Dankjewel. Je mag ook. Ik was jaloers op die man. Die rust die hij uitstraalde, maar ook de mensen die ernaar keken, kwamen helemaal tot zichzelf. U voelt zich al bijna kind, hè, zie ik. Ja, leuk hè. Dat is mijn dochter en mijn man. Aha, niet zelf gevoelens om daarop te stappen? Mm. Nee. Nee. Ik zag net een bord, het creatieve theaterdier. Bent u daar een van? Nee. Nee? Nee. Wat wacht u hier? Wat bracht u hier? Mijn schoonzus en zwager die hebben ons gebeld van komen jullie ook hier naartoe? Zeiden we nou. Geen spijt van? Nee, ik vind het heel leuk. Ja. Een man met een hoge hoed, dat denk ik altijd van bij, dat is de circusdirecteur. I'm English. You are living in the neighborhood? I live in Rotterdam. Rotterdam? Yeah. What brings you here? I'm an acrobat and we're checking out to see if we want to bring our show to the one in Utrecht. Okay, not at this place at this moment? No, not at this one. Just for the future ones. We're checking it out, getting to know the people. Okay. Yeah. So we are working now and looking and working at this moment. Exactly. Okay. Yeah. And glad to be in Weisp? Of course. It's a lovely place. You knew the place? Yeah, I've never been here, but it's looks nice. De creatieve dieren springen de pan uit. Ik zie allemaal bekende gezichten.
ben jij een theaterdier? Een theater? Nee, totaal niet. Ik voel me helemaal niet competent op het podium. Nee. Maar wel op het podium van het leven. Juist, het leven is één groot theater, toch? Ja, daarom. Ja, dat wel. Maar niet als het van tevoren ingestudeerd moet zijn en hoge verwachtingen. Nee. Maar dit vind ik wel leuk! Dat is duidelijk te zien, dames. Ja, heerlijke dag, toch? We hebben het zien. Ja, toch? Nou, ik wens jullie nog een zonnige dag. Ja, dat wens ik jou wel. En vergeet niet te genieten van al die theaterdieren hier. Ja, dat doen we zeker. We zijn aan het wachten. Gaan we zeker doen. Oké, dankjewel. Vooral van die Flooien Theater. Het Flooien Theater, moeten we nog gaan kijken. Ja, ik ben er net geweest. Zie je het? Het zijn vlooien, dames en heren. Het zijn geen hondenvlooien. Het zijn geen kattenvlooien. Het zijn de echte mensenvlooien. Dat speelt tot de verbeelding. Het cocktailtrio en jongen, wat een sprongen. Er schijnt hier dus een echt vlooientheater te zijn. Hebben we dat niet allemaal ooit eens van dichtbij willen bekijken? Ik heb geen idee. Is het nou echt of is het nou nep? We gaan het bekijken. Is het wat? Meneer Wens? Ja, dat klopt. Zijn ze nou echt of zijn ze nou niet echt? En het zijn de echte levende mensenvlooien, dames en heren. Het zijn er 7 en ik heb ze van over de hele wereld. En zijn ze goed te zien ook? Ze zijn heel goed te zien. Ja? Want ze doen trucs die je normaal gesproken niet ziet. Ik heb er een die tilt 1500 keer zijn eigen gewicht. Ik heb er een die draait een 3-dubbele salto. Ik heb echt vlooien, die zijn werelduniek, meneer. En zelf afgericht ook? Nee, ze zijn afgericht in Amerika door een hele bekende vlooiendompeur. Hij heet Walt Moon en hij heeft alle bekende vlooien ter wereld gedresseerd. Ik ga verder met de voorstelling, want de mensen staan te wachten. We gaan zo ook even binnen kijken. Op de volgende ronde mag je mee naar binnen. Prima, dankjewel. Goedemiddag. Hoi. Ik zie hier een tovervee in Weesp, hè? Ja, die zijn hier in het echt. Jij bent in het echt, je bent echt echt. Echt echt. Maar ik heb je ook in de linten zien hangen. Ja, dat klopt. Dus dan moet je eens kunnen vliegen, toch? Acrobatiek. Ja, klopt. We doen een aerial silk show. Dat klinkt heel ingewikkeld. Leg eens uit. Nou, we wikkelen ons heel erg in linten. Ja. En dan hebben we een verhaal over het universum en hoe zich dat ontwikkelt. Jeetje. En daar hebben we een hele dans voor gemaakt. Zware kost. Zwaar en leuk. Op een zonnige dag. Ja, ja, het duurt niet zo heel lang. Dus dat is wel weer. Het is een redelijk lichte voorstelling, hoor. Nou, wij zijn de hele middag al op zoek naar het theaterdier, maar dat ben jij dus, hè? Nou, misschien wel. Je gaat niet naar Amsterdam straks, in augustus? Nou, waarschijnlijk niet. Planning technisch komt dat niet helemaal uit. Maar dat weten we nog niet zeker. Okay. Zou wel leuk zijn als het lukt. Nou, mooie dag verder. Hetzelfde, dankjewel. Leuk is ja, we gaan gewoon door. Ha. Aha. Kijk. Ik kan u vertellen, wij zijn al de hele middag naar u op zoek. Dat kan, dat kan. Want ik ben enorm druk bezig geweest. Ja. Ik heb het programma van Henk Schiefmacher gedaan. We hebben nu een presentatie aan onze parade medewerkers. Dus ik moest even hier wat presenteren. En nu ga ik een oester eten. Een oester. En kom dat jij is... langs? Wat? Ik, ja, juist op het goede moment. Want ik wilde juist weten wat de taak is van deze geachte heer. Nou ja, ik heb het een beetje. Ik ben al oud natuurlijk, maar ik heb al die dingen verzonnen. De concepten. De tractortournee, carte blanche, de parade, de boulevard, Broken Dreams. En nu het nieuwste is de Showman's Fair. Showman's Fair, dat is jouw kindje? Ja, de Showman's Fair is mijn laatste kindje, klein kindje. En dat is een kleine kermisachtige theaterkermis. Die moet snel in 4 containers de wereld rond kunnen. Dat doet nu een try-out in Weesp. En dat begint allemaal in Weesp, want dit is onze basis. Ja. Dit is onze huisbasis. Van hieruit gaan we ook met tenten naar Perth en naar Adelaide en de parade natuurlijk. Al die tenten staan hier en die komen vanuit hier. We maken zelf, deze tent hebben we ook zelf gemaakt, hier in Weesp. En dit is een min of meer een paradijs op aarde, meneer. Kan ik u zeggen. Mooi gesproken. En zeker met dit weer. En met een oester natuurlijk. Natuurlijk.
Maar wat maakt u? De organisatie of bent u nog ergens gespecialiseerd? Ik bedenk die dingen en dan moet ik mensen enthousiasmeren. En zullen we wel, zullen we niet? Oké, doen we wel. En ik vorm dat gezelschap een beetje. En daarna gaat het los. Ik ben niet een ondernemer die alles heeft. Ik ben geen Joop van de Ende. Met gewoon, als ik dit doe en jij doet dat, dan past dat met elkaar. Dan gaan we met elkaar gaan we dan een avontuur in. En dan doet iedereen mee. Op de parade reizen we altijd met 600 verschillende mensen door Nederland. Dus een volkje. En ik ben tot nu toe redelijk bekwaam in het bij elkaar halen van zo'n volk. Dat is een vak op zich, hè? Ja, waarschijnlijk wel. Maar ja, ik merk het natuurlijk niet, want ik kan niks anders. Dus ik doe het gewoon en het lukt tot nu toe. En zeker vandaag, hier in Weesp op het domein. Zover alles wat goed boeit met Showman's Fair, de activiteiten bij het domein in Weesp. Ik vond het boeiend. En daar gaat het om, bij alles wat goed boeit. Wat mij betreft, tot de volgende keer.